king of the beat. You see him rocking that beat from across the street. And Beat Street is a lesson too, because you can't let the streets beat you. Onder een overrompelende belangstelling en het alziende oog van de BRT ging in België de film Beat Street in wereldpremière gelijktijdig met New York en Parijs. Beat Street is de eerste film die op authentieke wijze de nieuwe rage illustreert die vanuit Amerika nu ook de jongeren bij ons inpalmt. De breakdance, de hip-hop cultuur. Het tijdperk van de kleurrijke straatdansen die het geweld verdringen van de vroegere bendeoorlogen. De wereldpremière van Beat Street wordt opgeluisterd met een groot gamma aan prijzen voor het publiek. Elke 250ste bezoeker krijgt een geschenk. Quick Hamburger Restaurant schenkt maaltijden. WEA geeft soundtracks weg. Mamba Soft bedenkt u met typische breakdance t-shirts en petjes. Terwijl de bekende firma All Weather Sports, vertegenwoordiger van Puma voor België, met gulle hand t-shirts, sweaters en trainingshoes uitdeelt. Beat Street, een opwindend ritme, een kleurrijk spektakel. Voor de jongeren een must, voor de ouderen de kennismaking met een nieuw tijdsbeeld. Beat Street, het resultaat van een bundeling van diverse talenten. Producer is Harry Belafonte, al sinds jaren de koning van het entertainment. Regisseur is Stan Letten, bekend van Fame. Choreograaf is Lester Wilson, voordien reeds verantwoordelijk voor het spektakel van Saturday Night Fever. Beat Street, de film met de hartslag van vandaag. Een film waarbij je onmogelijk kunt stilzitten, momenteel in gans België te zien. Het album, met de opwindende soundtrack muziek, verdeeld door WEA, is natuurlijk verkrijgbaar bij CineShop. The courage of three in the mind of a man was wiser than me.